Zeven Tilburgse kunstenaars exposeren de komende tijd samen in de Tilburgse Vredeskerk aan de Ringbaan West. Van sculpturen tot aan fotografie, van video tot aan kinetische kunst. Zo'n beetje alles komt voorbij. Zelfs een echte knuffelmachine behoort tot de collectie van deze bijzondere tentoonstelling. We zijn deze expositie begonnen vanwege een kerk die leeg stond. En we vonden het een prachtige ruimte en we wisten dat die straks niet meer gebruikt kan worden. Toen hebben we het initiatief ondernomen om met een aantal kunstenaars hier te exposeren in deze hele mooie ruimte. En iedereen was enthousiast natuurlijk en dit is het resultaat geworden. Er zijn een paar disciplines hier. Dat is iemand die boeken maakt, een steenhouwer. Ik dan met kinetische dingetjes. En iemand met keramiek en hele bijzondere projecten van Gerard en Cynthia. Heel abstracte dingen, maar ook een beetje kinetisch. Ja, het is verrassend gewoon. Er valt veel te zien. Je kunt aan dingen komen, je kunt aan knopjes. Ontdekken doe je hier ook. Ja. Wat we zien is bewegende tekenpoppen die door oude boormachines worden aangedreven. En dit valt... Dit valt eigenlijk onder kinetische kunst. Ik ben heel erg geboeid door gaten en het proces van erosie. Dus bijvoorbeeld hoe water gaten maakt in steen of andere materialen. En dat kun je ook zien op mijn foto's. Ik fotografeer graag tijdens vakanties, tijdens wandelingen die ik maak. En die foto's die laat ik hier zien, dus het zijn allemaal gaten. En het gluren door gaten, dat vind ik ook fascinerend. Ik heb in de doopkapel een keramische wand gemaakt, allemaal kleiplaten. En daar heb ik gaten laten ontstaan in die ongebakken kleiplaten. En als je door de gaten gluurt in de doopkapel, dan zie je het verleden van vroeger. Daar in de doopkapel werd gedoopt. En dat gebeurt al heel lang niet meer en door middel van die foto's wil ik het verleden laten zien. Ik zit niet vast aan één discipline, dus de ene keer gebruik ik keramiek en dan weer fotografie of een combinatie van keramiek en fotografie en film. Dus, en dat is hier ook te zien. Ik kijk op dit moment naar een twister. Dat is een werk van mij dat ik enkele jaren geleden gebouwd heb. Eigenlijk puur uit eigen fascinatie om te zien hoe zoiets werkt en dat ik dat kan maken. En deze installatie staat eigenlijk nooit echt op exposities, maar vaak op feesten staat dat. Want mensen mogen er zelf aan zitten, dus het is interactief en mensen mogen ermee spelen. Dus, en daar leent het zich eigenlijk dan ook heel goed voor om op een feest neer te zetten waar je ziet, er zit licht in, er zit beweging in en dat is toch wat mensen aantrekt om te kunnen doen. Ja, ik vind het natuurlijk geweldig om hier met andere kunstenaars te staan. Ik bedoel, de meeste kunstenaars waar we mee exposeren hier, die ken ik al heel lange tijd. Nou, ook zijn er mensen bij die je nog niet zo lang kent. En ja, dat maakt natuurlijk de groep heel erg leuk. Maar ook het werk divers. En toch, ja, dat is hetgene wat het leuk maakt. Het leuke hiervan, het is een heel gevarieerd gezelschap, mag ik zeggen. Je ziet hetzelfde bij elkaar, dat mensen met verschillende disciplines iets bij elkaar brengen. En ik denk dat we daar redelijk in geslaagd zijn.